maak je ervan? Ja, het is zorgelijk voor de democratie. Kamerleden moeten hun werk in autonomie kunnen doen, controleren de macht. En als de meerderheid, dat wil dus zeggen de macht, Kamerleden de mond kan snoeren, dan is onze grondwettelijke vrijheid, ons grondwettelijk recht om in onafhankelijkheid dat werk te doen, aangetast. En het gaat nogmaals, het gaat niet over belasting, betaalkeurig belasting, het gaat ook niet over transparantie, want in de Kamer van Koophandel kan iedereen alles zien. Het gaat echt over, gaat de Kamer minutieuze regeltjes maken om andere Kamerleden te gaan controleren, de mond te snoeren, dat soort zaken. En als ze dus hiervoor stemmen, dan tasten ze echt het fundament van de democratie aan. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Maar het schorsen gebeurt omdat u zich dan niet aan de regels houdt. Ja, dus je hebt een grondwet in principe die geldt, die staat boven de gewone regels. En die grondwet geeft allerlei vrijheden aan minderheden. Dat is de gedachte van een grondwet. En als je dus een meerderheid allemaal regels kan gaan maken die de minderheid in de Kamer de mond kan snoeren. Het gaat nu eventjes om iets met aangeven van wat je buiten de Kamer nog allemaal doet, maar je moet ook je geschenken opgeven, je buitenlandse reizen. Straks moet je je agenda openbaar gaan maken. Het is een glijdende schaal richting inkapseling. Maar het gaat ook over veel geld dat u heeft verdiend met boeken verkopen. Hoeveel boeken heeft u verkocht afgelopen jaar? Ik zou dat zelf niet weten, maar als de jaarrekening straks gepubliceerd wordt, kunnen we dat allemaal samen gaan terugzien. Wanneer wordt die gepubliceerd? Dat weet ik niet. Ik heb gisteren even mijn boekhouder gevraagd. Ik dacht dat het al lang gebeurd was. Maar ik heb schijnbaar een verlengd boekje. Ik weet het allemaal niet. Het is gewoon een bedrijf dat doet mijn belastingaangifte. Dat doet al dat soort dingen. Ik hou me bezig met het vertegenwoordigen van de bevolking. Ik hou me bezig met mijn ideeën te vertellen. En de boekhouder die doet mijn aangifte. Dus u zou zich ook gewoon aan de regels kunnen houden, toch? Ja, natuurlijk kan dat. Maar ik ben daar principieel op tegen. Ik vind dat de Kamer, nogmaals, 150 mensen die de macht controleren. En Kamerleden zullen dus altijd impopulair zijn bij de macht. Nou, dat betekent dat die macht graag die Kamerleden de mond zou willen snoeren in theorie. En daarom hebben we grondwettelijke vrijheden, waaronder privacy, autonomie. En dat moet beschermd blijven. Dat is een veel fundamenteler en belangrijker principe dan waar het hier over gaat, ogenschijnlijk allerlei Piet Luttige regels. Ja. Dus nogmaals, iedereen kan via de Kamer van Koophandel alles zien. De boekhouding van de Forum voor Democratie als vereniging is openbaar. We worden geaudit door de auditdienst Rijk. Alle donaties en alles is al openbaar. Maar als het is puur een Piet Luttig wedstrijdje verplassen dat de coalitie wil, de meerderheid dus, wil oppositiepartijen dwingen om in het gareel te gaan lopen, om zich aan hun regeltjes te conformeren. En precies dat is nou juist de opdracht van een volksvertegenwoordiger om niet te doen. Maar het zijn toch regels die gewoon voor alle Kamerleden of alle fracties gelden? Ja, dus op het moment dat de meerderheid regeltjes kan gaan maken waar de minderheid zich aan moet houden, dan handelt de Kamer eigenlijk in strijd met het grondwettelijk principe van autonomie van het Kamer. Maar democratie werkt toch ook gewoon dat als een meerderheid dat vindt dat ze dat dan kunnen beslissen. Zo werkt wetgeving toch ook? Ja, maar de Kamer is een bijzondere plek. We hebben ook strafrechtelijke immuniteit hier. We mogen hier in de Kamer dingen zeggen die misschien buiten de Kamer niet gezegd kunnen worden. Juist omdat onze grondwetgever wist, democratie is precair. Meerderheden willen altijd minderheden de mond snoeren. We hebben de hele wereldgeschiedenis gezien. En daarom moeten Kamerleden autonoom zijn. Moeten ze soms reisjes kunnen maken naar het buitenland waar de macht niet vanaf weet. Moeten ze met mensen kunnen afspreken waar de macht niet vanaf weet. Moeten ze kunnen lunchen met iemand en misschien betaalt iemand anders wel die lunch. Dan zou je dat allemaal moeten opgeven. En ik doe dat dus principieel niet, omdat ik ervan overtuigd ben dat democratie alleen kan functioneren als de oppositie grondwettelijke vrijheden heeft. Stel, u wordt geschorst. Blijft u dat dan ook volhouden daarna? Ja, ik blijf gewoon doorwerken in de eerste plaats trouwens. Hè. Maar en ten tweede, wat kunt u doorwerken? Het debat kunt u dan niet meer in natuurlijk. Nee, dus ik kan dan niet deelnemen aan debatten. Maar ik zal wel hier gewoon zijn. Ik zal gewoon werken. En ik zal ook gaan stemmen, want dat recht kunnen ze je niet ontnemen. En ik ben hier dus principieel op tegen. Ik vind dit echt heel gevaarlijk als de democratie op deze manier afglijdt naar een dictatuur van de meerderheid. Dus dat gaan we vaker zien. Sorry? Dit gaan we vaker zien. Hè? Als, dan kan het een lange weg worden. Als u gedrag niet aanpast, u gaat het niet opgeven, dan kunnen we vast meer schorsingen gaan verwachten. Dat weet ik niet. Ja. Maar meneer Baudet, want alles is transparant. Dat is natuurlijk een principieel tegen. Ook wel is het heel erg gevoel dat deze oplossing nu komt. Ik heb daar een beetje over moe. Ja, maar dat is niet waar. Ik vind het ontzettend jammer dat ik tal van
in onze partij constructieve voorstellen doen. Elke week weer hier in de Kamer onze visie op de energierekening, de klimaatplannen, de woningnood aanpakken. En dat eigenlijk alleen nu hier zoveel camera's voor zijn. Dus ik ben al 2 jaar niet Het zou uniek zijn als dit gebeurt, hè? Ik bedoel, het is niet eerder gebeurd dat een kamer geschorst wordt hiervoor. Dat is waar, maar ik ben al 2 jaar niet geïnterviewd in kranten. Ik ben al 2 jaar niet uitgenodigd in tv-programma's. En hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk... Kijk je dan ook naar jezelf? Ja, ik denk dat mijn opvattingen, bijvoorbeeld over corona... Bijvoorbeeld, of over reptielen? Ja, dat heb ik natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Oh, was net dat als, het? Net dat had ik even niet begrepen. Net als het woord sluipmoord, sluipmoordenaar, de sluipmoord op de boerensector. Dat is ook niet dat ik geloof dat de minister met een sniper rifle die boeren aan het aanvallen... Of liquideren misschien? Liquideren? Ik wilde hem niet in dat heeft ook meer van jou. Ik heb dat woord niet gebruikt. Nee, maar Johan Derksen wel. Dan moet u aan hem vragen. Ik wilde jullie er aangifte tegen gaan doen, omdat hij het woord liquideren had gebruikt. Ik kan niet speculeren over... Jullie riepen, we gaan aangifte doen met Johan Derksen. Nou ja, maar het is toch hetzelfde als je iemand reptiel noemt of liquideren. Niemand heeft toch ook maar in zijn hoofd gehaald of gedacht dat Johan Derksen jou wil liquideren. Ik vond het een zeer bedreigende opmerking op Nationaal TV. Maar snap je dan als je afvraagt dat je maar niet wordt uitgenodigd, als jij dingen over reptielen gaat roepen, die je dan overdrachtig bedoelt, dat mensen je ook niet meer geloven? Dan denken ja, maar met zo'n wapje gaan we niet meer aan tafel zitten. Nee, dat kan ik niet, dat begrijp ik niet. Nee, dat begrijp je echt niet? Nee, ik heb een boek geschreven over corona. Ik heb me meer verdiept in vaccins en corona dan ik denk enige politicus hier. En er is geen talkshowtafel die mij daarover uitnodigt. Ik denk dat dat komt omdat mijn opvattingen te ver af liggen van wat men acceptabel acht. En dat precies dat, maar dat wil ik graag afmaken. Precies dat is de Achilleshiel van een democratie. Democratie is een sociaal groepsysteem waarbij mensen altijd binnen bepaalde bandbreedtes tolerantie van vrijheid van meningsuiting zou willen toestaan. En als je daar te ver buiten gaat, dan val je buiten wat je noemt de Overton window. En dan willen mensen het niet meer over in discussie. En dat is denk ik het proces wat we nu zien in heel Nederland. Ongehoord Nederland moet nu van de buis van de NPO. Het kabinet loopt weg als ik een speech hou. Er is steeds minder toegestaande ruimte van meningsverschil en debat. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling die ons allemaal aantrekt. Maar denk je dat dit een manier... Een uitspraak die over Poetin. Ja. Ik heb dat misschien wat sterk aangezet, maar ik denk dat het ideaal... Waar Poetin voor staat. Ik vind natuurlijk oorlog verschrikkelijk en alle oorlogen zijn verschrikkelijk, maar er zijn heel veel oorlogen in de wereld. Maar waar gaat deze oorlog nou over? Volgens mij is dat een oorlog die gaat in essentie over een multipolaire wereldorde versus een unipolaire, globalistische, centraal gestuurde wereldorde. En ik ben een groot voorstander van een multipolaire wereldorde. En dat is wat hier bevochten wordt. Dat is waar dit over gaat. En daarom dat ook het zo fel, zeg maar, verdedigd wordt, de situatie. Laatste hoop noemen. Ja, dus de situatie in Oekraïne wordt verdedigd, nu het regime in Oekraïne, door het hele Westen. We zouden ons willen afvragen waarom dat is. Hè? Waarom men zo fel, hebben we niet gezien bij Jemen, hebben we niet gezien bij Afghanistan, al die illegale oorlogen die Amerika daar gestart is. Er was eigenlijk een beetje complacency over. Maar hier is de hele wereld van in paniek. Omdat het Europese grondgebied is, denk ik. Nou, ik denk dat het gaat om veel meer gaat. Het is denk ik zo dat Rusland de laatste westerse macht is die nog niet is ondergebracht in het Amerikaanse imperium. En dat dus het ten val brengen van het Russische systeem, John Bolton heeft het ook nog een paar dagen geleden gezegd, dat gewoon het grote foreign policy doel van Amerika is, al 20 jaar. Maar dit is toch ook een complottheorie van David Icke? En dat is ook het reptiele verhaal is ook van David Icke. Dit komt één op één bijna overeen. Ik ken David Icke niet? Nee, ik heb wel eens de naam gehoord, ik ken zijn werk niet. Ik weet niet wat het is. Is Poetin nou de Dark Knight? Dat is toch wel interessant. Dat vroeg me echt oprecht af. Ja, dus in ieder geval iemand die iedereen haat. Ja. En die... Nou, Batman, ja, okay. Ja, Batman wordt gehaat. Hè. Dat is ja, de, dat maar die is ook grote redder van Gotham City, hè? Ja, dus wat volgens mij, macro, dus nogmaals, hè, oorlog verschrikkelijk, bombardementen verschrikkelijk, dat mensen sterven verschrikkelijk. Maar wat is nou macro wat hier over gaat?
dat is een globalistische wereldorde, een wereldstaat die wordt, die wordt opgetuigd. Zie je de Wereldgezondheidsorganisatie als mondiaal ministerie maar voor dit, gezondheid. Maar dit heeft u allemaal al uitgevonden. Veroordeelt u dan dat Rusland bombardeert en burgerdoden veroorzaakt? Nou, ik vind alle bombardementen en alle mensen die sterven, vind ik verschrikkelijk. Dus ook wat Poetin veroorzaakt en onderzoekt? Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Ja, nu nog een vraag naar het conflict. En daarna gaan we... Ja, het namelijk over het conflict. Wat is volgens u de ideale uitkomst van dit conflict? Hoe zou dit moeten eindigen uiteindelijk? Ik hoop dat wat er gaat gebeuren, het mislukken is van het globalistische project, dus de wereldstaat in wording, en dat er een multipolaire wereldorde gaat komen. En de reden dat ik daar zo voor ben, is omdat ik geloof dat als je macht en tegenmacht hebt, dat je dan maximale vrijheid voor individuen en voor landen kunt hebben. En dat is ook eigenlijk parallel met wat hier nu gebeurt. Je ziet dat de rechten van de oppositie, van minderheden, die worden steeds meer ingeperkt. Dat hebben we gezien bij Ongehoord Nederland, de diversiteit bij de publieke omroep wordt minder. Bibliotheken gaan allerlei boeken weren en oppositiekamerleden kunnen... Maar we hadden het over Poetin, daar gaan we heel ver. Nou ja, ik denk dat er dus een trend zichtbaar is van richting meer uniformiteit in de wereld. En zowel op het microniveau hier in de politiek als op het wereldniveau. En ik ben een voorstander van pluriformiteit. Meer onafhankelijke landen. U wordt dan inmiddels gezien internationaal als een marionet van Poetin. Wat vindt u daarvan? Dan wordt u echt soms neergezet op dit moment. Ja, dat vind ik heel onterecht. En ik vind het ook jammer dat dus iemand die een bepaald standpunt vertegenwoordigt als persoon verdacht wordt gemaakt, in plaats van dat we ingaan op dat standpunt zelf. Het is blijkbaar voldoende om te zeggen, dat is een marionet. Terwijl... Daarom is de transparantie zo belangrijk, dat begrijpt u toch wel? Ja, er is volledige transparantie, want iedereen kan bij de Kamer van Koophandel jaarrekeningen opvragen. Iedereen kan de financiën van de partij opvragen. Er is volledige transparantie. Maar waarom geeft u dat niet gewoon dan? Die is er al. Waarom geeft u dat niet gewoon in een pakketje hier, alstublieft? Bent u van al dat gezeur al? Omdat ik principieel heel tegen ben dat de Kamer mijn handel en wandel controleert. Het gaat helemaal niet, ik betaal belasting, iedereen kan de jaarrekeningen zien. Het gaat helemaal niet over transparantie. Het gaat over de principiële vraag of een meerderheid hier van Kamerleden een minderheid mag bestraffen, aan regeltjes mag onderwerpen. Wij hebben hier geen aanwezigheidsplicht als Kamerleden. Wij kunnen doen wat we willen. Dat is grondwettelijk. We zijn immuun, we hebben immuniteit. Dat is heel belangrijk, want in een democratie, in een meerderheidssysteem, is er altijd het gevaar dat de meerderheid de minderheid onderdrukt. En als we dus deze grens overgaan, als we om wat voor een pietluttige reden dan ook een Kamerlid nu gaan schorsen, omdat hij zich ergens niet aan houdt, is het hek van de dam. Dat is echt heel gevaarlijk. U houdt niets achter, toch maar even voor de duidelijkheid, u houdt helemaal niets achter voor ons. Nee, natuurlijk niet. En het hele idee dat ik door buitenlandse, dat is ook allemaal Zembla achter. Het is ridicuul, het is belachelijk en het is mijn eer ook te na. Ik schrijf boeken, ik ben bijvoorbeeld strikt transparant over waarom ik bepaalde ideeën heb. Ik ben bereid om met iedereen erover te praten. Het hele idee dat je moet wel omgekomen, het is gewoon krankzinnig. Even naar dat stemmen toe gaan, want stel dat het erin komt, ik hoop niet, want ik vind dat echt een stap te ver, dat zie je door opnemen. Het is zo'n principe kwestie, dan ga jij niet ineens dat pakketje wat iedereen al kan zien, je alleen maar hoeft in te leven, ga je dan niet ineens alsnog inleveren. En dan? Dat weet ik niet wat erna gaat gebeuren. En dan nog een keer een week en nog een keer een week. Dat lijkt mij niet. Volgens mij is dit gewoon de straf. En dat is het. En als we nou eens een beetje in die complottheorieën gaan, heb je wel eens het gevoel, hè, want ze zijn tegen je hier, dat gevoel heb je, ze lopen weg, ze draaien de rug naar je toe. En in sommige gevallen kan ik het erg begrijpen, ook met de dingen die jullie zeggen. Maar heb je het gevoel wel eens dat nou dit er even uitgelicht wordt, een sanctie voor de eerste keer uit het presidium te kunnen opleggen, alleen puur om die stok te vinden om jou te kunnen slaan? Dat eigenlijk om andere dingen gaat. Het is niet zo dat ze er extra rauwig om zijn, laat ik het zo zeggen. Maar denk je niet dat ze dit heel goed uitvoeren? Ja. Ik denk dat het typerend is voor een algehele houding waarin ons oppositiegeluid, dat willen ze maar liever niet horen. En daarom lopen ze ook weg als ik een speech haal. Ja, het komt ze wel goed uit. Dankjewel, meneer Baudet. Meneer Baudet. Er zijn heel veel mensen bij wie de reptiele metafoor een antisemitische smaak oproept. Begrijpt u dat? Nee, en als dat zo is, dan wil ik dat graag wegnemen. Dat is vreselijk en dat was op geen enkele manier mijn bedoeling.
Dat vind ik heel naar en dat spijt me als dat zo is. Dus u gaat hem ook niet meer gebruiken dan, die metafoor? Nee, ik heb nu gezien dat het zo merkwaardig wordt opgepakt. Ik ga een ander woord, vind ik. Het synoniem is een naarling. Hè? Het is een metaforisch woord voor naarling. Dus ik zal in de toekomst gewoon naarlingen zeggen. Vindt u het erg dat de oorlog is gekomen? Tuurlijk, oorlog is verschrikkelijk. Kunt u het af dat Rusland nu burgerdoelen raakt? We zien kamikaze, drones, we zien raketten neerkomen op Kiev. Kunt u dat af? Nou, ik heb er verdriet van dat het gebeurt. Maar ik denk dat de oorlog begrijpelijk is en ook echt ergens over gaat. Wat heel fundamenteel is. En ik ben niet principieel, door een oorlog altijd verschrikkelijk, maar ik ben niet principieel pacifist. Ik kan me ook voorstellen in sommige situaties dat een land niet anders kan dan. Maar in dit geval, is het begrijpelijk dat, zegt u, dat Rusland de raketten afvuurt op Kiev en dat daarbij ook burgerdoden vallen? Begrijpelijk vanuit het perspectief van een oorlog. Ja, Kiev maakt ook burgerdoelen door het oosten van Oekraïne te bombarderen. Het is vreselijk dat er oorlog is. In Irak zijn 1 miljoen burgerdoden gevallen. Oké, maar u doet dus geen oproep aan Vladimir Poetin om te zeggen stop daarmee. Ik geloof niet dat mijn oproepen erg zinvol zouden zijn in het Kremlin. Nee, misschien is het niet zinvol, maar het kan wel iets laten zien aan het Nederlandse volk dat u wellicht ook aan die kant staat dat u dat afkeurt. Want het lijkt net alsof u er oké mee bent. Ik hoop dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen in elke oorlog en ook in deze oorlog. En iedere dode de treur. Even door naar de schorsing. Wat gaat u doen in die week? Ik blijf gewoon werken. En u gaat daarna niet uw gedrag veranderen alsnog die stukken geven aan de Kamer. Dus het kan zijn dat u daarna nog een keer geschorst wordt. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Nou, volgens mij is er een ne bis in idem principe in het Nederlandse strafrecht. Dus je mag niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden veroordeeld. Maar we zullen het zien. Dus u ondergaat de schorsing en daar blijft het dan bij. Dan komen er geen stukken meer richting het register van de Tweede Kamer. Wat mij betreft niet. Ja, maar ik had nog maar even één vraag als het mag. Nee, tuurlijk, sorry. Nou, zijn er mensen die zich afvragen van gaat het allemaal goed met de heer Baudet? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik ben gelukkig. Ik heb een prachtige zoon gekregen. Ja. Het gaat goed met de partij. We hebben steeds meer leden. We gaan meedoen in de Provinciale Staten. Maar het gaat niet goed in Nederland. Maar die uitspraak als het gaat inderdaad voor het over Poetin met Dark Knight vergelijken. Nou, die reptiele uitspraken. U zegt, u nuanceert het weer, maar dan denken mensen van ja, het gaat allemaal wel heel ver. Ook misschien verder dan de heer Baudet in het verleden is gegaan toen hij nog de grootste partij van Nederland was. Ja, kijk, natuurlijk, mijn ideeën ontwikkelen zich, zoals ieders ideeën. En de wereld van nu is ook een andere wereld dan de wereld van 3-4 jaar geleden. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Er zijn lockdowns ingevoerd, er is een oorlog in Oekraïne. Er is een sociaal kredietsysteem in de maak, een persoonlijk CO2-budget. De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus natuurlijk, de wereld verandert en mijn ideeën die ontwikkelen zich ook. Maar ik denk niet dat er iets fundamenteel veranderd is. Ik denk, zie een hele duidelijke voortzetting eigenlijk van mijn idee. En als ik zeg, geloof je in complottheorie? Ja, ik denk dat het bewezen is dat er complotten bestaan. De moord op John F. Kennedy bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld 11 september of noem het maar. Ja, ik geloof niet het officiële verhaal van 11 september met de vliegtuigen. Dat is volgens mij, is dat alleen al bouwkundig, is dat onmogelijk. Nog één andere vraag, want wat ik me oprecht afvraag, je zegt van nou, als het over die oorlog in Oekraïne gaat, deelt u waarom u de rol van Poetin anders benaderen dan veel anderen. Maar laatst is er ook een VN-resolutie geweest over die annexatie van gebieden in Oekraïne door Rusland. Toen hebben zeer veel landen voor veroordeling daarvan gestemd. En ik geloof alleen Syrië, Noord-Korea, Wit-Rusland, dat ze dan er tegen. Staat u dan wat dat betreft op één lijn met die landen? Nou, ik sta niet op één lijn met andere landen. Ik probeer mijn eigen ideeën te ontwikkelen en ik ben onafhankelijk ten opzichte van die landen. Maar ik denk inderdaad dat het niet in internationaal recht niet duidelijk is wie gelijk heeft. Het verhaal van Rusland dat het een defensieve operatie is, is verdedigbaar, zeer verdedigbaar. Dus u veroordeelt daarmee ook de bombardementen die we nu op Kiev zien niet? Nee, ik vind dat spel van veroordelen, heb ik al veel eerder gezegd. Ik vind het oorlog verschrikkelijk. Ja. Slachtoffers verschrikkelijk. Maar het is wel een oorlog die ergens over gaat. Het gaat over de globalistische, centrale, unipolaire orde tegenover een multipolaire wereldorde. En ik denk dat het voor de hele wereld beter zou zijn als het een multipolaire orde wordt. En dus als het Amerikaanse imperium
ten val komt. Ja. Waarom film jullie eigenlijk altijd alle interviews? Omdat het soms zo goed is dat we het willen herproduceren.